We staan al vier jaar op een nullijn. Er is helemaal geen ruimte, helemaal geen aanbod voor enige compensatie. En we zijn het eigenlijk wel zeer. Wij zitten al 1400 jaar zonder CO. En wij worden net serieus genomen door de minister, door minister Blok. Stel je de actie voor CO? Zeker. Zeker? Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Hartstikke mooi. Er is volgens mij ruimte zat. Er zijn andere CAO's ook afgesloten. En die zie je ook aardige percentages halen. Wij zijn ook op zoek naar een fors percentage. En ik denk dat ook onze medewerkers, onze leden, hebben het hard verdiend. Er zijn hier die meermeesters, vooral die met de legere salarissen, die gewoon in een probleem komen. Die krijgen gewoon een betalingsprobleem. Je rijdt hier niet achterop. De kosten die stijgen en de rest keer achteruit. Nou, wij gaan door totdat er een CAO is. Vier jaar lang geen CAO voor de Rijkssector is eigenlijk een grote schande. Alle overheidssectoren, gemeenten, provincies, onderwijs, zorg, iedereen heeft er iets bij gekregen de afgelopen jaren. Het kan niet zo zijn dat de enige sector in het land die dan rechtstreeks onder de minister valt, ook degene is die dan ook helemaal niks ontvangt.